De overheid heeft onvoldoende middelen voor een goed waterbeheer. Dit deelde minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken gisteren mee aan de Nationale Assemblée. Hij benadrukt dat het prijskaartje voor goed waterbeheer enorm hoog is. De middelen hiervoor kunnen naar zijn zeggen niet gehaald worden uit de zakken van de leden van de regering of de burgers en ook niet uit de begroting. De minister zegt dat wateroverlast een probleem zal blijven, maar belangrijk is dat er voor duurzame oplossing wordt gekozen om dit probleem weg te werken. We moeten kritisch blijven, innovatief blijven, doorgaan met duurzame oplossing, want dat is de key. Voor succes. Onderhoud moet doorgaan. Het zijn allemaal standaardzaken. Je hebt investeringen nodig voor jarenlang achterstallig onderhoud. Je hebt regelmatig onderhoud nodig. Je hebt management nodig. Maar de randvoorwaarde is wel het beschikbaar budget. Noor Mohammed gaf aan dat elke ministerie een verantwoordelijkheid heeft over wateroverlast. Er is besloten om in het vervolg weervoorspellingen en verbeterd toe te sturen naar alle ministeries en de media. Dat betekent dat we gaan proberen op tijd op een andere manier mensen voor te bereiden als het ernstig onweer kan zijn. Het kunnen rukwinden zijn, maar het kan ook extra regen zijn. Dat systeem gaat veranderen en die informatie sturen we naar alle cruciale partners op dit moment en naar de media. Dus dat is het eerste ding dat gaat veranderen, want daarmee kun je voorkomen dat, daarmee kunnen we schade minimaliseren. De bewindsman zegt dat Suriname de afgelopen 2 jaren hevige neerslag heeft gehad en het beeld de komende periode niet anders zal zijn. Ook in het Caribisch gebied zou de situatie hetzelfde zijn. De bewindsman gelooft dat wateroverlast nog altijd een impact zal hebben op de infrastructuur.